Hey, beste vrienden. Okay. Kijk wie we hebben hier, Henk Jong. Hey. Hallo, Henk. Hey, Hart. Ja. Dat is goed, jongen. Ik zie de clubpleuren. Die zitten achter je op het plafond. Op het plafond. Ja, kijk even. Zo. Op het plafond, hè. Kijk even. Op het plafond. Ja. Ja, nou, het is wel duidelijk bij welke club we zitten. Hè. Het is een echt Cambuur, hoor. Hey, wat heb ik gehoord? Ja. Wat heb ik gehoord? Jullie hebben Han Berger op zijn kop hangen. Klopt dat? Ja, ik mag het niet laten zien, maar ik ga het jou stiekem laten zien. Laat zien, dan wil ik het ook zo zien. Zo nu en dan hangt hij ook recht. Maar ik denk dat hij de rest voor zijn leven wel vaak in deze stand hangt. Kijk, ja, je moet even uitleggen. Oh, daar hangt hij. Han Berger hangt op zijn kop. Ja, dat is een galerij van alle trainers, kijk. Ook hier, een galerij van alle trainers van Cambuur. Ja, en Han Berger, die werkt nu bij de KNVB. Ja. En die heeft er eigenlijk een beetje ook voor gezorgd dat Cambuur niet gepromoveerd is. En gevolgd, die hangt op zijn kop. Hier, dit is onze trainerskamer. Onze trainerskamer, er zit nu niemand met die corona. Laat zien. Hier jongens, dit is de kamer van Henk Jong, kijk. Oh, daar is mijn het ziet er goed uit, hè. Het is nu wat een rommeltje. Ja, nou, dat maakt niet uit. En dan zit jij daar, zit je na te denken over de tactiek en weet ik veel allemaal. Ja, samen met mijn jongens, samen met mijn collega's. Hier, ik moet je Robert Muren ook even hebben. Hé, hey, Robert Muren, is die daar? Die krijgt niet iedereen er zomaar voor, hè, zo uit het is. Hier is Robbie. Hé, hey, Robert Muren. Oh, hey, Harry. Hey. Hoe is het nou? Hey, jongen, man, hoe is het? Ja, goed man. Met jou ook? Ja. Ah, jongens, dit is de man van de prachtige goals die we gezien hebben het afgelopen seizoen. Nou, dat was ongelooflijk, Robert. Luister eens even goed. Jij gaat mij een belofte doen. Jij gaat mij een belofte doen. Jij gaat ervoor zorgen dat Henk de Jong in de Eredivisie komt. En dat ga jij persoonlijk, ga je dat regelen. Ik zal het even met de spelersraad Nee, jij gaat dat beloven aan mij. Jij gaat tegen mij zeggen, ik beloof dat ik Henk de Jong in de Eredivisie schiet. Nou, bij deze Harry, ik beloof dat wij dat gaan doen. Ja, ik wil die zin horen. Kom op, zeg hem. Samen gaan wij dat doen. Ja, ik beloof. Zeg maar na. Ik beloof. Ik beloof dat ik Henk de Jong. Dat wij Henk de Jong. Hey, dat ik Henk de Jong. Jij. Dat ik Henk de Jong. Dat wil ik horen. Ik beloof dat wij Henk de Jong in de Eredivisie gaan schieten. Dankjewel. Aanpakken die jongens. Wat zei je, Henk? Kom even in beeld. Ja, goed zo, jongen. Aanpakken die jongens, hoor. Hey. Ja, hij zo is goed. Het. Ja. Ja. Hij moet er gewoon voor zorgen dat jij in de Eredivisie komt. Ja, tuurlijk man. En dat regelt hij toch ook? Heb je gelijk. Ik loop nu mooi naar boven. Gaan we even naar waar we eten. Laat je mooi even zien, hè. Oh, laat even zien. Hier zitten de jongens eten, hè. Zitten ze te eten? Pascal laat Boschard, me even zien. Dan. Oud-strijder van Feyenoord, Pascal Boschard. Harry, hey! Pascal! Hoe is het, lekker, man? Ja? Ja, mag niet klagen. Ja! Ben je assistent van Henk? Ik mag Henk assisteren inderdaad, ja. Oh, je mag hem assisteren? Niet normaal, ja. Dat is een eer van mij, hoor. Voerder ook. Aanvoerders. Waar zit ze? Oh, ja. Hier is Erik. Hey. Erik Schouten zelf. Schouten zelf, ja. Hey, dat is gewoon hemzelf, hè? Hè? Dat gebeurt je niet elke week, dat jij Schouten zelf krijgt. Wat gaan we zeggen tegen de aanhang van Cambuur? Als tot slot. Want die jongens zitten thuis. Die kunnen niet komen zoals jij zegt. Dus wat gaan we tegen de aanhang zeggen? Nou, de start is een beetje met vallen en opstaan. Maar jongens, het komt goed. We weten ook dat we de steun hebben van iedereen in Leeuwarden. En wij gaan er weer voor zorgen dat we een prachtig seizoen krijgen. En dat zal eerst op televisie zijn. Maar ik hoop zo snel mogelijk dat ze weer in het stadion mogen. Want die 12e man, die missen we. Normaal kon ik oproepen tot hulp van de 12e man. Ja. Maar die sleept ons door alles heen. En dat is even weg. Maar dat krijgen we ook wel voor elkaar. En we weten dat ze er gewoon zijn. En wij gaan er een prachtig seizoen van maken. Er zijn toch wel mensen daar die even een woonskip voor mij kunnen zingen. Want ja,
Zonder woonskip gaan we niet afsluiten. Ik heb hier toevallig twee dames zitten. Ja, die zijn twee dames. En waar komen die vandaan? Waar komen die twee dames vandaan? Regina, die maakt het eten. Die werkt in de kantine. En Antje, dat is onze masseuse verzorgster. En die masseert mij ook wel eens. En daarom blijf ik op mijn benen. Hé, hey, luister eens even. De kantine en de massagedame. En we hebben een woonskip. En het lijkt aan de single. Ja! We hebben een eindje. Het is origineel. Dat is al jou. Ja? En komen je nog terug. Yes, ja, ga door. Het lijkt aan de single. Ja? Kom dan in ons woonskip. Gerust allemaal. Hartstikke idee. Dat is jongen. Helemaal goed. Niet? Ja. Ja. Top. Leuk, hè? Ja, leuk. Hé, hey, dankjewel. Oké, hart. Ik ga je alle succes wensen. Dankjewel, jongen. Met Cambuur. En zet hem op, hè. En gewoon naar de Eredivisie. Wij gaan ons best doen, hart. Hé, bedankt, jongen. Ja, en als jij ook. Dan hoor ik het van je. Oké. Ja. Doei.